We scrollen door de eindeloze Rolodex van de Nederlandse kunstwereld en gaan langs bij 6 kunstenaars die de rijkwijde van de Nederlandse kunst zien laten zien. Dit keer zijn we te gast in het atelier van Chartise Solano in Rotterdam. Chartise werkt met verschillende materialen en maakt collages en schilderijen, maar ook stop-motion films en objecten. Ze werkt aan verschillende kunstwerken tegelijkertijd. Haar werk ontstaat door te doen. Meestal als ik naar de studio kom, dan is het een soort van, is het heet? Dan moet er iets gebeuren. Dan heb ik een soort, zo. En dan is het meestal kleren uit, werkkleding aan, geen tijd om thee te zetten. En dan is het, ik weet niet, wat er op dat moment nodig is, daar ga ik dan mee beginnen. Dan ben ik weer aan het schilderen, dan ben ik weer aan het scheuren, dan ben ik weer aan het knippen, dan ben ik weer aan het plakken. Ja, het is gewoon, wat er op dat moment nodig is, dat doe ik dan. Ja. Van jongs af aan maakte Chartise theater. Maar op een dag besloot ze daarmee te stoppen. Ik ging die vloer op en ik begon me steeds onprettiger te voelen. Het feit dat ik verhalen aan het spelen was die niet van mij waren. En ik weet niet, dat zat gewoon niet meer goed. Dus ik voelde dat er iets nieuws moest gebeuren. En dan ga je zoeken. En op een gegeven moment ben ik blind geraakt aan één oog. En dat was een soort van punt dat ik dacht, oké, ik stop. Ik stop met het theater. Dat red ik niet meer, dat lukt me niet meer. Ik pas niet meer bij me. Er moet iets anders gebeuren, ja. Dat was een moment dat ik gewoon heel weinig zag. Gewoon, ik zag het en dat ik soort van naar binnen moest duiken. En ik moest dat een soort van eruit, dat moest eruit. En zo ben ik eigenlijk gewoon begonnen. Dus het was niet een kwestie van, zo, ik ga eens even lekker de beeldende kunst in of zo. Nee, dat was het totaal niet. Chartise vond zichzelf opnieuw uit. Hervond zichzelf. Dit lichaam kan, maar het heeft zijn grenzen. En ik merkte gewoon, het heeft zijn grenzen. En in dat maken van mijn figuren leken er gewoon, of lijkt er geen grenzen te zijn. En er waren wel grenzen, want ik maakte nooit dingen met mijn handen. Dus ik moest echt van scratch, moest ik een soort van, oké, als je wilt schilderen, waar haal ik mijn verf vandaan? Wat voor verf ga ik halen? Wat zijn de kwasten die hoe werken, wat voor kwast gebruik je? Van niks was ik mezelf een soort van middelen, of een soort van middelen aan het zoeken om datgene te maken wat gemaakt moest worden. Ja, het is zo niet interessant als ik ga vertellen waar mijn werk over gaat. Het werk moet vrij blijven. Ik ben veel nieuwsgieriger naar wat jij ziet of wat jij tot je krijgt. Ja. Eigenlijk heel veel tegelijkertijd. Er komen zoveel ideeën binnen en dat moet er dan weer uit. En dan maak ik hier een begin en dan laat ik dat weer. En soms blijft iets voor jaren liggen voordat ik er weer terug bij kan komen. Dus het is een soort, het gaat maar door. Ik heb meestal een soort tijd. Dus ik zet altijd een wekkertje van 3 of 4 uur. En binnen die tijd moet ik het doen. Ik kan maar misschien 3 à 4 dagen achter elkaar in de studio zijn, maar niet langer dan dat. Dan moet ik weer van bijkomen op een of andere manier. Ja, totdat het weer gaat koken en dat ik weer moet gaan. En dan ga ik weer, ja.
Opvallend genoeg is Chartise juist door haar beperkte zicht het schemerlicht gaan omarmen. Ik vind het zo fijn om in een soort van donkerte te komen. En als ik dan een film maak, dan gaat het helemaal dicht. En dan heb ik spotlight aan. En dan heb je eigenlijk die donkerte met een soort van focus van licht. Licht is alleen maar afleiding voor mij, ja. Ik denk dat ik het alleen nu pas durf toe te geven. Een soort van, ja inderdaad, je wilt licht. Iedereen wil licht. Hoezo wil ik donkerte? Nee, ik wil donkerte, ja. Ja, ik heb gewoon de afgelopen tijd... Ik noem het een soort van mijn DNA. Is, heb ik een soort van om me heen verzameld. En dan heb ik meer een soort herinnering van iets. Dat ik denk, oh, dat moet eruit. En dan ga ik gewoon door de ruimte heen en dan pak ik en dan prik ik en dan pak ik en dan prik ik. En dan op die manier ben ik aan het zoeken naar wat het moet zijn eigenlijk. En pas als het is nooit een, ik heb nooit een idee van een, het is meer een soort van gevoel dat ik denk, oh, maar ik voel dat het iets, dat dit het moet zijn. En meestal als dit moet zijn, dan weet ik dat ik naar die handen moet. Dat is gewoon echt door de ruimte heen zoeken, prikken, kijken, totdat ik een ingang krijg. Ik moet echt een soort van ingang krijgen. En dan denk ik, oké, okay, nee, dit is echt film. Of nee, dit moet ik echt, nee, dit moet ik gaan verscheuren. Of nee, dit moet eigenlijk toch klein. Of het is meer een soort innerlijk dan een ingang vinden. Ja. Chartise's werk danst naar buiten. Maar wanneer is het af? Het is nooit af. Het is nooit af. Maar het is altijd wel zo'n moment dat ik dan iets aan het maken ben. En als ik op een gegeven moment erachter kom dat ik lekker, dat ik zo aan het dansen ben. Of een soort van, dan weet ik dat ik een punt heb geraakt. Wat mijn binnenste doet bewegen. En dan weet ik dat ik op de juiste weg zit eigenlijk. Het is gewoon, nu heeft het dit nodig en morgen heeft het iets anders nodig. Ja, en dan zet ik er weer een lichaam onder. Of dan verscheur ik het eigenlijk weer. Of dan exposeer ik het en dan pas verscheur ik het. Het gaat alle kanten op, ja. Het is, fluid, ja. De kleuren van Chartise zijn rood, zwart en wit. Dit is een zwart die ik net heb ontdekt, wat mijn lievelingszwart is geworden. Ik heb eindelijk mijn zwart, heb ik heel lang over gedaan. Mars Black, Mars Zwart, ja. Als in de planeet? De planeet, ja. Dat is mijn oma. Ja, rood is mijn oma. Zo zie ik het eigenlijk een beetje. Mijn oma die heeft mij meegegeven dat kleuren betekenis hebben. En rood was echt haar kleur. Dat was de kleur die haar kracht geeft. En zo is ze hier in een pot verf. Ja. Hier zijn al mijn collage-elementen. Dus hier... Dit zijn de stukken waarmee ik dit werk heb gemaakt. Ja, al mijn knipsels en plaksels. Ja. Vanuit alle hoeken van het atelier word je aangekeken door hetzelfde gezicht. Soms door 1000 ogen, soms alleen een mond. Dat is gewoon iemand die een foto van mij heeft gemaakt. En die foto aan mij gaf. En dat ik een bepaalde blik zag die ik probeerde te vatten. Ik kon niet zien van wat daarin zat. En dat heeft mij zo gefascineerd. En ik had toen zo'n afro en die heb ik er zo uitgeknipt om een soort van tot de kern te komen van die hoofd. En daar ben ik mee aan het werk gegaan. En in elk werk wordt dat hoofd weer iemand anders.
dat hoofd, dat vermenigvuldigt zich ook. Doordat ik het zo vaak heb uitgeprint en uitgeprint en uitgeprint. Dat hoofd ondergaat van alles, maar het blijft, lijkt alsof het blijft onaangeraakt. Dus ik kan erin krassen, ik kan het verkreukelen, ik kan het verknippen. Maar die ogen, die blijven jou gewoon zo strak aankijken. En er gebeurt niks met... Ja, daar zit een soort van spanning in die ik gewoon... En ik ben het zelf niet eens meer. Een grote bron van inspiratie zijn het leven en werk van Sun Ra. Hij was, naast veel andere dingen, een grote afrofuturistische jazzmuzikant en filosoof. Dit is een boek met zijn gedichten. Dan zo eens in de zoveel tijd maak ik het gewoon zo open. En dan kijk ik wat die meid te zeggen heeft voor vandaag. Het is mooi om Sun Ra te leren kennen via zijn gedichten. Dus ik heb altijd het idee dat als ik een gedicht van hem lees, dat hij echt tegen mij spreekt. En dat het bijna lijkt alsof hij het voor mij geschreven heeft. Bijna een soort van, hij praat tot mij, hij heeft het tegen mij, tegen niemand anders. Ik hou van deze man. Ja. Beverly McIver. En zij is een kunstenaar die dit werk heeft gemaakt. En die ben ik ooit tegengekomen. Ik denk net op het juiste moment. Toen ik nog zo zoekende was van theater naar wildende kunst en niet wetende hoe en er moet iets gebeuren. En toen kwam ik dit werk tegen. En dit heeft mij zo geraakt, dat ik zag mezelf eigenlijk hierin. Het heet Invisible Me. En eigenlijk na dit werk heb ik mezelf opgesloten in een ruimte. En ik ga niet vertellen wat ik daar allemaal heb gedaan. Maar na dit werk wist ik ineens wat ik moest doen. Dus ik heb een weekje of zo mezelf deur op slot in een studio. En ik heb allemaal dingen gedaan. Maar vanuit hier is eigenlijk, dat is echt wel het begin van mijn werk hier in de studio. Of ja, van het maken. Ja, dus hij is heel belangrijk voor mij en ook dit werk. Ik ben een van die kinderen geweest die ooit zichzelf op een schoolfoto zwart heeft gemaakt. Om eigenlijk weg te vegen. En ik, op dat moment heb ik niet meteen die link hiermee gemaakt. Maar jezelf weg willen vagen. En ook niet eens jezelf. Het is een soort van... Dit is een soort... Ook nog iets wat op jou geprojecteerd is eigenlijk. De projectie van iets of iemand anders. Wat je niet bent. Wat niet bij je hoort, wat niet bij je past. Dat weg proberen te vegen. Ja. Chartise werkt op gevoel. Ze wil haar werk niet uitleggen aan anderen. Het mystieke dat er omheen hangt is ook voor haarzelf belangrijk. Voor haar werkproces. Nee, zodra ik begrijp waar dit over gaat, dan is het eigenlijk klaar. Dus ik hoop gewoon dat ik in deze mysterie, soort het ongrijpbare mag blijven tot in de eeuwigheid. Ja. Als je zelf wil rondkijken in Chartise's atelier, dan kan dat. Op vpro.nl/chronodex vind je iedere week een 360 graden foto van het atelier van de kunstenaar. En een opdracht van Chartise voor jou, om zelf mee aan de slag te gaan. Volgende keer in Chronodex, Zorro Feigl. Dit is mijn waterbed.